Dag dames en heren, goedemiddag. Een prachtige dag vandaag, vrijwel wolkenloos in Nederland met temperaturen van 20 tot 25 graden in het zuiden van het land. En het goede nieuws is dat we morgen nog zo'n dag krijgen. Vrijdag ook grotendeels, pas tegen de avond neemt vanuit het zuiden de kans op een regen of onweersbui toe. Als we kijken naar een plaatje vanuit de hoogte zien we een vrijwel wolkenloos Nederland. Een noordoostelijke stroming. Misschien dat er later vandaag en ook morgen een klein beetje bewolking komt binnenzetten voor het noorden van het land. En hier ligt ook een storing, maar het gaat allemaal heel erg langzaam. Misschien dat we morgen in het zuiden ook een paar wolken hebben, maar ook daar blijft het gewoon droog. De nachttemperaturen in het noordoosten en oosten fris. 8 graden. Misschien ook weer de vorming van mistbanken die morgen tussen 8 en 9 oplossen. En 15 graden in Zeeland. En dat alles bij een zwakke en langs de kust matige aflandige wind. Morgen dus opnieuw weer veel zonneschijn. Misschien een paar wolkjes s middags in het noorden. Ook in het zuiden van het land wat sluierwolken. Maar het blijft gewoon droog. 22 tot 25, misschien wel 26 graden. En dat alles bij een zwakke en langs de kust matige wind uit een noordoostelijke richting. Ook vrijdag zo'n mooie dag. Tegen de avond kans op een bui. 25 procent voor het zuidwesten en temperatuur. Van 24 graden. Vanaf zaterdag gaat de temperatuur naar beneden. Dan komen we zo rond de 20-21 graden uit. Het weekend kenmerkt zich door een stevige zuidwestelijke wind, wolkenvelden, zon en een paar buien, vooral op zondag. En ook volgende week is het licht wisselvallig weer met temperaturen van 21 of 22 graden. Een fijne dag nog.